De week van 11 tot 17 maart staat in het teken van hoogbegaafdheid. Op het Sint Barbara College in Gent krijgen hoogbegaafde kinderen 2 keer per week les in de kangaroeklas. Een klas speciaal voor hen. Maar wat is hoogbegaafdheid nu precies? Dat je slimmer bent dan de gemiddelde kindjes. Dat je sneller dingen begrijpt dan andere kinderen. Ik denk gewoon dat ik een beetje slimmer ben dan de anderen. Maar ik denk dat dat niet echt een grote meerwaarde heeft als kindje. In de kangaroeklas krijgen kinderen geen les, maar ze werken er aan projecten. Vooral het samenwerken is belangrijk. Het is niet zoals een normale les, het is niemand die uitleg geeft. De kinderen zijn meestal echt zelf aan het werk. Dus er wordt wel een startpunt gegeven en gezegd van we gaan dit en dat doen. Maar zij zoeken zelf dingen op, zij steken dingen in elkaar, zij gaan samenwerken. Als die kinderen hier samenkomen, dat is een heel speciale dynamiek eigenlijk. Die begrijpen elkaar zeer vlug, zonder veel woorden. En je merkt dat ook, die denkpatronen zijn vaak hetzelfde. En waar dat ze dat misschien wel soms een keer missen in de klas zelf, met de andere leerlingen, voelden van, die kunnen zo echt sprongen en stappen overslaan, maar ze begrijpen elkaar. Hoogbegaafde kinderen zijn vaak sneller verveeld in de les. En de kangaroeklas biedt hen een afwisseling. Hier doe je altijd zo wat moeilijkere opdrachten dan in de klas. Ik vind dat leuk, want anders verveel ik mij in de klas. En dit is wel leuk, want dan kan ik hier mij een keer uitleven en dan kan ik iets leuks doen. Omdat je daar hier eigenlijk van alles dingen leert en dat er eigenlijk heel veel moeilijke dingen ook bij zitten. En dat we eigenlijk heel weinig uitleg krijgen en daar moeten we eigenlijk iets heel groots van maken. Ze hebben dan geen leerprobleem, maar ze moeten meestal niet veel doen voor school. Dus we gaan misschien minder leerstrategieën oppikken of gebruiken. Dus we proberen dat hier eigenlijk ook aan te brengen door bijvoorbeeld leren mindmappen, sleutelwoorden gebruiken.